Goedemiddag en hartelijk welkom bij alweer de 5e aflevering. Een week gaat hard, hè? Oh, ja. En voor deze laatste aflevering, 5e aflevering, hebben we ook lijst 5. En dan, dit is de rest van de week om 2 uur met nummer 2, Klaas Smit. Klaas Smit. Van goedemiddag. Samen ter Schelling. Samen ter Schelling. Klaas, hoe is het met je? Ja, goed. Welkom dus, hier in het Krankenvee het Raadhuis. Tof dat je meedoet. Graag gedaan. Nummer 2, Klaas. Waarom geen nummer 1? Oh ja, je zit natuurlijk met Gosse Bos zit je en met Zwijgman en zo, hè? Ja, dat klopt. Met al die mastodonten die we hebben in onze politiek. Ja, inderdaad. Een leuk detail overigens over Guus Zwijgman. De intro, die wij de hele week al gebruiken, dat mooie vioolmuziekje. Dan zie je een hondje en dat hondje plast tegen een paal aan. Dat is het hondje van Guus. Dus eigenlijk komt Samen ter Schelling dus eigenlijk al de hele week aan bod. Ja, dat is wel heel slecht. Klaas, ben je langer politiek actief eigenlijk? Nee. Nee, ik volg het al wel jaren. Ja. Al dik 10 jaar, zeg maar, okay. Denk ik. Een beetje met de Natura 2000 toen dat opgestart werd. Heb ik dat wel ruim gevolgd. Nou, ook voor de surfclub, zeg maar. Kijken of alles naar onzin was van de surfers. Jij zit in het bestuur van de surfclub? Niet meer. Niet meer? Nee. Is dat vanwege de belangenverstrengeling met politiek? Of? Nee, vanwege ook de kitesurfschool die ik heb. Ja. Dan is het op een gegeven moment wel handig dat je niet alles gaat combineren, zeg maar. En jij werkt natuurlijk ook bij Germen? Af en toe ook. Ja. Als het daar een beetje druk is. Hoe is de sfeer daar dan? Want Germen die staat natuurlijk bij de PvdA. Die staat bij de PvdA. Nou ja, we hebben het er af en toe eens even over. Okay. Dat is ook het beste wat je kan doen qua politiek, het er even over hebben. Ja. Dan zitten we hier. Precies. Klopt. Ja. Word je al zelf al gek van die vragen over die molen of valt het allemaal nog mee? Nee, dat valt mij heel erg mee. Ja? Ik denk dat het meer op West leeft dan om Oost. Ja, ik woon in Midsland natuurlijk, dus dan misschien dat het daar wat minder leeft. Dus dat is de tip eigenlijk voor de mensen die tegen de molen zijn, verhuis naar Midsland. Helaas zijn er wat weinig woningen. Maar dat is een goede tip, maar mijn vraag is, de molen is natuurlijk een particulier initiatief van Gosse Bos en niet van de partij Samen ter Schelling, of wel? Ja, dat klopt. Dus Gosse is toevallig, of tenminste. Het is niet Samen ter Schelling's idee, die molen. Het heeft verder niks met Samen ter Schelling te maken. Nee, het staat los van elkaar. Want wij werden erop gewezen dat er in het partijprogramma van Samen ter Schelling staat ook een hoofdstuk dat het vooral dat er geen windmolens moeten komen. Dat klopt. Oké. Okay. Ja. Daar ben ik het trouwens mee eens. Dat vind ik heel goed. Trouwens, ik ken jou ook als een man met een mening. Hè, ik volg jou op de Twitter en op je Facebook. Je wordt je klaar overal over. Dat is mooi, want volgens mij hebben we dat ook juist nodig in de politiek. Ga jij dat ook, mocht je in de raad terechtkomen, ook daadwerkelijk zo doorzetten? Kunnen wij dan de Klaas Smit verwachten zoals wij hem kennen? Dat denk ik wel, ja. Dat is wel leuk. Daar ga ik wel vanuit. Een beetje politiek vuurwerk. Ja. Dat je niet murw geslagen wordt door al die mastodonten om je heen, zeg maar. Nee, ik hoop wel dat ik gewoon, of tenminste, ik ben wel van plan om gewoon eigenlijk te zeggen waar het op slaat, zeg maar. Juist. Is dat ook waarom je een overleg neem ik aan op nummer 2 terechtgekomen bent? Ja. Omdat je er graag in wil. Ja, Gos is natuurlijk gewoon fractievoorzitter fractievoorzitter, lijsttrekker. Ja. En heb je zelf gekozen voor deze partij of ben je gevraagd? Hoe moet ik zoals je al eerder zei, ik volg het al een jaar of 10. Ja. En ik had al zoiets van, ik wilde het wel gaan doen, maar ik had nog niet, bij de andere partijen had ik nog niet het gevoel van, daar wil ik mij bij aansluiten. En nou kwam, Samen ter Schelling is 4 jaar geleden opgericht. En stond je nog niet op de lijst? Was je nog niet betrokken? Nee, stond ik nog niet op de lijst. En hoe was dat ook alweer? Samen ter Schelling is toen opgericht, want... Guus en Gosse zijn toen gestopt bij plaatselijk belang, dat weet ik. Juist, oké. Okay. Maar daaraan link ik Guus en Gosse ook altijd wel redelijk bij elkaar, hè? Gosse Bos en Guus Zwijgman. De nieuwe kid in town, daar zit hij. Guus Zwijgman stond ook vorige keer op plek 2 en nu op plek 4. Guus wou ook gewoon wat minder gaan doen. Die wordt ook wat ouder, dus dan... Ja, en hij heeft ook heel veel andere dingen die hij nog heeft. Het zeehondenopvang heeft hij natuurlijk nog. Oh, ja. En het strand schoonmaken, dat heeft ook een... Ja, dat is milieujutter. Milieujutter, ja. Oké, en heb jij verder nog nevenfuncties erbij? Behalve dan dat je... De surfclub, dat is natuurlijk verleden tijd. Je hebt je kitesurfschool, zei je net. Ja. Zit je verder nog in besturen van verenigingen? Voor de Nederlandse kitesurfvereniging ben ik dan nog spotvertegenwoordiger. Oké. Maar dat is... in principe hebben we hier alles eigenlijk wel geregeld. Dus, ik neem dus ook aan dat jij met je ervaring op het surfgebied je ook hard wil gaan maken voor alle sport hier op de Schelling. Oké, ook sportevenementen? Sportevenementen waarschijnlijk ook wel, ja. Oké, hoe staat Samen ter Schelling verder in evenementen over het algemeen? Het moet
kunnen als het bij het eiland past. Juist. Vandaag is de strandrace, of de mountainbikers zijn er. Ja. Morgen hebben ze strandrace, vandaag gaan ze... Ja, vorig weekend was dat. Ja. Ja, afgelopen weekend. Ja, ja. Opnames. Ja. Ja. Maar okay. Dat zijn evenementen die perfect bij de schelling passen natuurlijk. Ja. Dus de berenloop. En stel je nou voor dat de strandrace die er dit weekend is, over 4 jaar net zo groot is als de berenloop nu is. Hoe sta je daarin? Dus evenementen beginnen hier natuurlijk altijd leuk, ja, klein en lief. En daarna wordt het, wordt het zoiets. Een strandrace moet wel kunnen, denk ik, dat je dat qua grootte. Maar een bos en duin is natuurlijk weer een ander verhaal. Dat wordt wel weer te massaal. Dan komt het staatsbos weer vanzelf om de hoek kijken. Dit wordt misschien net even te. Ja, daar hebben we het van de week in een uitzending ook over gehad. Over de macht van staatsbosbeheer op de Schelling. Dat is toch bijzonder iets. Hoe denk jij daarover? Dat over grote delen van de Schelling eigenlijk de gemeenteraad niet eens zoveel te vertellen heeft, maar dat staatsbosbeheer daar de baas is. Ja, hoe staat samen de Schelling erin? Vinden ze dat een goede samenwerking? Of moet dat bespreekbaar worden dat er toch dingen veranderen? Ik denk dat staatsbosbeheer wel wat meer in overleg mag met de burgers daarover. Mm-hmm. Dat ze dingen gaan dat ze willen of willen gaan doen. Het wordt al wat beter natuurlijk. Ze hebben het afgelopen jaar al brengen ze boekjes rond en hebben ze enquêtes. Ja. Ik denk dat ze dat in ieder geval vast moeten houden. En het mag ook nog wel ietsje beter. Okay. En moet dat dan van staatsbosbeheer direct naar de burger toe of via jullie in de raad? Hoe zie je dat voor je? Beide wel. Dat was wat plan zijn dat het gewoon duidelijk ook naar de raad toe gebracht wordt. Zo van, dit willen we gaan doen. Maar ook naar de burger toe. Dus gewoon allebei eigenlijk. Ja. Okay. En Eilan, ga je er naartoe als het doorgaat? Nee. Okay. Nee, dat is gewoon niet mijn ding. Niet jouw ding? Ik zit liever gewoon aan de bar. En de partij? Proost. Wat zit je nou aan de cola dan, Klaas? Ja, het is nog vroeg, ik weet het. Het is nog vroeg. 2:00 PM, dat is... ik zit zelf ook in de cola. Ja, ik zie het. Ik heb koffie. Ja, ik zie aan je rode wangetjes dat je brandende vragen hebt. Nee, ik vraag me meer af van... je gaat zelf dan niet naar Eiland toe, maar samen ter Schelling voor of tegen? Tegen. Ja. En waarom? Niet de juiste periode, niet de juiste locatie... En van tevoren gewoon te weinig overleg geweest met de burgers. Okay. Dat is wel duidelijk, want iedereen staat op zijn achterste poten. Een groot deel van het eiland wel. Ja. Tenminste, een groot deel van het eiland heeft zoiets van, wat gebeurt er nu eigenlijk? En jullie zijn voor of tegen de evenementenvisie zoals die nu gepresenteerd is, ontwikkeld wordt? De visie, of tenminste de enquête, dat was uit... Ja, door de corona was het allemaal natuurlijk een beetje raar, zeg maar. Er zijn wel goede dingen uitgekomen. En nou is het gewoon afwachten op de kaders waarop de burgemeester gaat toetsen, nieuwe evenementen. En die zullen toch wel heel goed in de gaten houden dat de juiste kaders zijn, zeg maar. Ja. En als ik naar jullie partijlijst kijk, dan zie ik 10 mensen en vooral 10 mannen. Is het een bewuste keuze? Het begint een beetje SGP-achtig... Dat was niet de bedoeling. Of tenminste, dat was niet de insteek. Maar ja, dat gebeurt. Je moet... in totaal staan er 50 mensen in totaal op de totale kandidatenlijst, denk ik. 55. Nou ja, dan ben je al blij als partij dat je... Spreken over de alle partijen. Dan denk ik dat je al blij bent dat je zoveel mensen op de lijst hebt staan. Ja. En als je dan ook nog moet gaan kijken van... We moeten ook nog vrouwen hebben en dan ga je ook nog rondkijken en vragen wie zijn kop nog even boven het maaiveld uit wil steken, want daar komt het eigenlijk alles op neer. Okay, zo zie je het. Niet in bij alle beslissingen, denk ik, maar bijzonder dan. Ja. Is het, zie je zelf als een soort schietschijf dan, als je de politiek in gaat? Of, zou ik zeggen, niet in bij alle beslissingen, maar bij sommigen zullen best wel, hoe moet je dat zeggen? Nou, het lijkt me wel lastig als je in het café zit, dat je dan vaak natuurlijk wordt aangesproken op het feit dat je in de politiek zit. Ja, is dan bijvoorbeeld Eiland, denkt de helft misschien, jij bent de raadslid, die moet er wat aan doen, joh. Ja. Maar uiteindelijk kan de raad er dan niet meer zoveel aan doen, volgens mij, toch? Nee, dat ligt bij me. Nee, helaas niet. Maar ja, en dan het aantal vrouwen, je kijkt zo rond. Doet elke man. En op een gegeven moment, ik hoop dat het de volgende keer, over 4 jaar, gewoon weer beter is. Ja, dat was een oproep. Ja, misschien ook een oproep trouwens aan iedereen. Als je je in wil zetten, moet je dat ook moet je dat doen. Waar bij mij samen te Schelling ook bekend om staat, is toch wel de grote wil voor een vrachthaven bij het Liegje.
Ja, of in ieder geval het onderzoek. Of het, hoe duur het is uiteindelijk. Kan het uit, zeg maar. Mag het van de Natura 2000 en andere milieuregels, zeg maar. Maar in ieder geval het onderzoek. We gaan de komende jaren, wordt die haven, die gaat op de kop. Dat staat al vast, dat die haven op de kop gaat. Oké. Okay. Dat Rijkswaterstaat volgend jaar of al gaat beginnen ermee met de eerste fase voor hun. En dus dan volgt de gemeente vanzelf ook met hun, met ons gedeelte, zeg maar. Ja. Als je nou toch bezig bent, onderzoek in ieder geval of het dan bij, bij het lichtje mag, het vrachtenverkeer. Misschien kan het niet, misschien is het te duur, misschien mag het niet. Oké, maar dan hebben we het in ieder geval onderzocht, want als je het nu niet doet, dan ben je weer 40, 15 jaar verder voordat de haven weer misschien eens een keer op zijn schop gaat. Ja. En houden jullie daarbij ook erg het algemene eilandenbelang in de gaten, of heeft het ook wel te maken met jullie lijstduwer, een eigen vracht? Fred. Nee, het maakt Fred op zich niet uit. Nee, het is niet dat Fred zich daar actief in mengt. Fred moet het dorp uit. Ik wil graag mijn eigen vrachthaven, daar kan ik me wat bij voorstellen. Nee, het is gewoon het meest logische om... Ja, al het vrachtverkeer gaat over de Willem Barendskade en over de Van Heusdenweg. Ja. En alles gaat er langs, behalve dan de ene supermarkt. Daar zal de vrachtwagen gelijk hier op West zo de komen dus meteen op de schoolstraat inrijden. Maar de rest gaat... Allemaal door het dorp heen. Komen dus meteen op de verkeersveiligheid. Natuurlijk. Ja. Een heikel punt volgens mij, dat eerste stuk van de Van Heusdenweg hier. Wat... Nou ja, de hele WW-kade en alles. Ik heb jaren hier op West gewoond, dus ik weet wat er allemaal. En ik kom regelmatig ook op het Groene Strand. En ja, alles vliegt hier erlangs. Kleine kinderen ook op de fiets. Ze zijn net blij dat ze van de boot afstappen op de fiets. En, hoe los je dat op dan? Wat is de oplossing ervoor, de WW-kade? Nou ja, volgens ons een eerste stap is dus het vrachtverkeer er weghalen. Ja. Dan heb je al veel minder druk erop. Mm-hmm. En uiteindelijk zou je straks moeten kijken met de herinrichting. Ja, of je het fietsverkeer kan gaan scheiden. Logisch scheiden, want er komen zoveel verkeersstromen komen door elkaar heen. Ja. En ook proberen te dwingen, om het verkeer echt, of het fietsverkeer echt langs Delfwal te krijgen. Of alles onderwaarts. Via de Longway of via de Badweg. En eigenlijk niet meer over die Van Heusdenweg. Ja. Want die is gewoon te smal. Die kan ook geen fietspad meer maken. Nee, het is gewoon te smal. Ja, die mogen wel een vrij brede stoep. Dat wel, maar die is natuurlijk... Ja, maar dan ben je stoep weer kwijt. Ja, en als je dan kijkt naar de mensen langs Delfwal, dat gaat op dit moment ook niet zo goed. Het fietspad daaronder is dan beschadigd, geloof ik. Ja. Voordat dat er weer gerestaureerd wordt. Ja. Dingen. Wat er natuurlijk ook aan de WBK ligt, is de tonnenloods. Hoe staat Samen te Schellingen de tonnenloods? Wat moet daarmee, de plannen die er nu zijn, is Samen te Schellingen daarmee eens? Redelijk, maar als het aquarium erin gaat, moet dat sowieso een volledig zee-aquarium meer worden. Dus Oké. Met vissen? Met vissen, ja. Juist. Gewoon alles wat nu in het zee-aquarium is, ook daar erin. Dat is een, we zijn heel veel gericht op de natuur, dus daar kan je ook echt gewoon goede voorlichting geven aan... Aan schooljeugd bijvoorbeeld, schoolklassen, schoolkinderen en iedereen gewoon. En de evenementen en de dat soort dingen wat daar plaats moet gaan vinden. Ja, dan moet je eerst weer eigenlijk ook weer kijken naar de evenementenvisie. Want eigenlijk zegt de evenementenvisie, we willen minder evenementen of... Woningbouw is waarschijnlijk geen optie. Nee, we zeggen op die plek niet. Nee. Nou, dat is heel fijn dat je erover begint. Want dat is natuurlijk een onderwerp. Het heikele punt van deze verkiezingen, waar het eigenlijk altijd al over gaat. Maar dit jaar volgens mij nog heikeler is dan normaal. De woningbouw. Hè, er zijn natuurlijk die plannen, die 135 woningen die er 4 jaar geleden al zouden komen. Volgens mij die zijn er nog lang niet allemaal. Hoe staat Samen de Schelling erin? Wat moet er gebeuren? Moeten we die luxe villa's gaan bouwen op Baai Delfwal? Of moeten we gewoon dat bos voor Hotel Bosrijk gewoon zeggen... jongens, Westerleta fase 4, dat moet er staan binnen 2 jaar. Wat is het beste? Waar zou ik beginnen? De 135 woningen, zeg maar. Er zijn er al redelijk wat... Of tenminste, er zit al nou echt wel redelijk wat in de pijpleiding, zeg maar. In de planning. Daar is de pijplijn weer. Er zit aardig wat in, nog steeds. Ja. Het voormalig kluutrein van de jeugdopvang of jeugdhonk. Lutineweg op West. De speelzaal, zeg maar, die wordt nou eindelijk gebouwd. Of tenminste, dat moet nou binnenkort echt gaan gebeuren. Oké. Geloof ik. Geloof je? Maar uiteindelijk zitten er best wel veel van die 135 woningen. Dat die eindelijk gebouwd gaan worden. Okay. Maar het belangrijkste voor ons is dat we er vanaf moeten dat de provincie gaat zeggen hoeveel
woningen je per periode mag gaan bouwen. Ja. Wat betekent dus dat bijvoorbeeld bij het Kluterrein, die zit al jaren in de planning. Maar dat kan betekenen dat iemand anders dus niet mag bouwen, want die woningen, die moeten eerst gebouwd worden en dan mag je dus niet. Dus als jij straks in de raad zit namens Samen de Schelling, dan ga jij ervoor zorgen dat op dag 2 dat jij in die raad zit, dat daar een schep de grond in gaat en dat daar gebouwd gaat worden? Dan moet je dus eerst bij de provincie overleggen, maar dat je in ieder geval die regels, dat is één regel, die moeten gewoon af. Als je kan bouwen, moet je gewoon bouwen en zelf in de gaten houden van, wordt er niet te veel gebouwd dan. Heb jij zelf persoonlijk het geduld voor al die bureaucratie eigenlijk waar je in bevindt, Klaas? Dat gaan we zien de komende periode. Dat zie je al wel 4 jaar. Als je straks in de raad, als je straks in de raad zit, blijf je dan wel twitteren en je mening geven? Of moet dat dan, gaat dat dan anders worden? Ja, dan moet het misschien politiek correct zijn, maar ik denk niet dat ik dat kan. Ja, wat is precies, wat is politiek correct? Is dat juist niet hetgene wat er verkeerd gaat in de politiek? Ja, dat ze hun eigen correctheid hebben. Dus ik denk dat ik gewoon wel blijf twitteren en zo. Dat zou fijn zijn. Dat zit er wel dik in. Heel goed, heel goed. Dus ga ik me vervelen en zo. Ja, nee, maar toch ook de openheid juist vanuit de raadsleden. De raadsleden zijn er natuurlijk namens het volk, voor het volk, hè, voor de inwoners van het eiland. Dus juist openheid daartussen zou toch fantastisch zijn. Dus als je dan een raadslid hebt dat gewoon twittert van, oh jongen, dat die rotonde die daar aangelegd wordt, dat is helemaal niks. Bewijs van. Dat je gewoon wel weet hoe de mensen er zelf over denken, zonder dat er een partij omheen hoeft te zitten. Dat vind ik altijd wel heel leuk. Ja. Heb je verder nog brandende vragen aan de heer Smit, Lennart Jan Geerts? Oeh. Volgens mij zit onze tijd er alweer bijna op. We kunnen hier natuurlijk nog uren blijven ouwenelen. Nou ja, ik vond wel, jullie hebben wel echt veel geld gestoken in de flyer, of niet? Ja, dat is gewoon heel boekwerk. Maar uiteindelijk valt het best wel mee, hoeveel dat kost, zeg maar. Ja, als je het bij drukwerkdeal bestelt, valt het mee. We mogen verder geen reclame maken, maar klopt. Kijk of je nou 250 flyers bestelt, of je bestelt, volgens mij hadden we er 2000 van die. Ja, dat maakt qua prijs op zich dan niet zoveel meer uit. Ja. En opmaken en dat soort dingen. Ja, als je dat zelf allemaal netjes een beetje aanlevert. Dan dat maakt zeker indruk. Ja, absoluut. Zelfs een beetje de controversiële QR-codes staan er zelfs op. Ja, daar heb ik al een beetje over getwijfeld. Ja, zet hem erop. Iedereen snapt tegenwoordig wat een QR-code is. Dus, en hebben jullie bij Samen de Schelling ook van die leuke postertjes met jullie gezicht er allemaal op, of niet? Niet? Nee. Oké. Dat gaat niet zulke knappe koppen, denk ik. Ze staan er wel allemaal. Niet zo knap als Danny Ruig. Nee. Ze staan er wel allemaal in het boek. Ja, die staan wel allemaal in het boek. Ja, okay. Ja, nou ja, dat was als je verschillende flyers moet bestellen, dan Ja, dat kost ook. Ja, dat is steeds weer. Dus je kan beter één boekwerk met of je maakt gewoon één leuk boekje en of je doet verschillende soorten flyers. Dat is keus. Klaas, ik wens je ontzettend veel succes de komende dagen met campagne voeren, met de debatten en met weet ik veel, met de verkiezingsdag zelf natuurlijk, 16e. Ik denk dat we je wel even treffen, s'avonds in het gemeentehuis met een hapje en een drankje. Vast wel. En we hopen voor jullie ook op een goede uitslag. Dat hoop ik ook. En dit was dan onze laatste aflevering alweer van Raadhuis. Dat is wat. Nou ja, misschien dat we de ruimte en de naam en alles nog een keer ergens anders voor kunnen gaan gebruiken. Maar we hebben uiteindelijk dit hele project opgezet, Lennart. We wisten niet waar we op moesten stemmen. Weet jij inmiddels op wie je moet stemmen? Stel de vraag anders. Ga jij op een nummer 2 stemmen? Ga jij op iemand stemmen die we hier de afgelopen week hebben gehad? Poeh. Dat zou wel leuk zijn. Zullen we dat gewoon afspreken? Ik ga ook op een nummer 2 stemmen. Op een nummer 2 stemmen. We zeggen niet welke, want dat kleurt ons te veel. Je gaat ze allemaal nog even terugkijken. Nou, de programma's van de partijen lijken natuurlijk best wel op elkaar allemaal. Ja. Het zijn echt een paar speerpunten die we hier de laatste dagen hebben gehoord, waar ik dan iets mee kan. Ja, eens. Waar de partijen net een beetje in afwisselen. Want ik heb besloten, ik ga echt niet op de persoon stemmen omdat hij zo'n leuke rode schoenen heeft. Of begrijp wat ik bedoel? Ja. Dus ik ga echt voor de inhoud deze keer. Ik ga al die boekjes die we hier op tafel hebben liggen nog maar eens even goed doorlezen. En dan, en als u het niet weet, kunt u altijd de stemwijzer nog invullen natuurlijk. Die ook nog. Dan, vertel daar nog even wat meer over, Lennart. Doet collega Bram van der Heijden. Oké, dat is weer op een apart filmpje op ons kanaal Omroep Lennart. Zit er gewoon achteraan iedere keer. Dat heb ik over nagedacht. Er is over nagedacht. Goed. Nou, ik ga naar het café. Het politiek café. Tot snel met iets of ooit. Tot de volgende. Bedankt allemaal. Doei. Goeie. Weet je nog niet waar je op wilt stemmen? Vul dan de Omroep Lennart stemwijzer in op stemwijzer.omroeplennart.nl. Na het invullen van de stemwijzer zie je hoeveel de partijen met jouw antwoorden overeenkomen. Hierbij vind je ook een overzicht van alle toelichtingen die de partijen op de stellingen hebben gegeven. In de toelichting vind je de argumenten van de partij waarom ze eens, oneens of neutraal hebben gereageerd. Vul hem in op stemwijzer.omroeplennart.nl.